D66 steunt de aanpak om in april 3000 piekbelasters een aanbod te doen om vrijwillig te zorgen voor minder stikstof, te verhuizen of te stoppen met een goudgerande regeling. En na tientallen jaren heeft dit kabinet een minister die voor natuur staat en deze echt wil beschermen. Dat is heel goed. Er ligt nu een plan en daar wil D66 snel mee aan de slag. Wat hieraan nog wel ontbreekt, is wat de gevolgen zijn voor boeren die niet gebruik maken van de vrijwillige mogelijkheden. Er wordt bijvoorbeeld geen invulling gegeven aan wat het verplichtend instrumentarium is. En zo blijven we, voorzitter, toch een beetje om de hete brei heen draaien. De toekomst van de boeren blijft onzeker. En D66 zegt erom, geef die duidelijkheid. Zodat boeren de vrijwillige mogelijkheden met beide handen aan kunnen grijpen en straks niet achter het net vissen als het te laat is. En wat is dan die duidelijkheid? Om onze kwetsbare natuur te redden en ervoor te zorgen dat Nederland van het slot komt, moeten we dus zoveel mogelijk boeren aanmoedigen vrijwillige maatregelen te treffen. En dat betekent dat je nu zult moeten aankondigen in november te starten met verplicht instrumentarium als laatste redmiddel. Dank u wel. Interruptie van de heer Boswijk, CDA. Ja, dank voorzitter. Ja, ik begon al meteen omdat de inleiding van de heer De Groot vanmorgen al namelijk in de krant stond. En ik vraag me telkens meer af, ik heb telkens vaker dat gevoel en vanmorgen kreeg ik die bevestiging opnieuw in het interview. Dat ik me afvraag, gelooft D66 wel in zijn eigen antipolarisatieverhaal? Want je zou die boer zijn met dat gezin, die heel graag stikstof wil reduceren, maar die continu die one-liners vanuit D66 op zijn dak krijgt. En voorzitter, ik sta elke week meerdere keren in zaaltjes. Afgelopen week nog in Zuid-Holland voor een volle zaal, in Friesland en in Noord-Holland. Omdat ik van ten diepste van overtuigd ben dat we deze transitie alleen met de sector gaan krijgen. En dan krijg ik het verwijt vanmorgen in de krant dat ik zand in de ogen strooi. Nou, voorzitter, laat mij heel helder zijn. Elke keer als de heer De Groot in interviews met one-liners strooit, lopen die mensen van tafel. Lopen die boos uit het zaaltje. Dus D66 gooit hier niet zand in de ogen, maar zelfs ook zand in de machine. Realiseert de heer De Groot zich dat ook? En dan vraag ik me ook af, als u echt om de staat van de natuur geeft en ook om de samenleving, bent u het dan met mij eens dat het stikstof reduceren sneller gaat in de gebieden, met empathie? Of denkt u echt dat we sneller stikstof gaan reduceren in de rechtbanken en met harde uitspraken? Ik ben toch heel benieuwd hoe D66 daarnaar kijkt. Dank. Even verzoek aan de leden via de voorzitter. Dat betekent geen ge-u, maar zoals te doen gebruikelijk. De heer De Groot. Ja, voorzitter. Er zijn in dit huis veel partijen die suggereren dat het nog wel even kan met de natuur. En dat gaat 90% van, ik zei het al, gaat het slecht met de natuur. 90% van de habitats. Het gaat ook slecht met het boereninkomen. De schade aan de economie, 28 miljard. En dat betekent dat je echt moet doorzetten. Dat betekent dat je je schouders eronder moet zetten. Ook in de provincie, zeg ik tegen het CDA-voorzitter. En dat, dan zul je dus ook eerlijk moeten zijn en helder. Want op die manier kun je ook elke boer recht in de ogen kijken. Ik sta ook vaak voor zaaltjes. En dan komt er altijd een moment dat ik zeg, jongens en meisjes, jullie zijn toch ook niet gek? Jullie weten toch wat er moet gebeuren? Dat er iets moet gebeuren. En dan valt er een stilte. En dan zegt er altijd wel eentje, zeg het dan maar. Geef die duidelijkheid. En dat is precies waar het over gaat. Want zolang je die onduidelijkheid in stand laat, door te suggereren dat er nog wel een eikmoment komt en dat het misschien de soep niet zo heet gegeten wordt, ondergraaf je uiteindelijk het vertrouwen in de politiek. Dank u wel. Dus D66 is voor duidelijkheid en voor eerlijkheid. De heer Boswijk. Nou, voorzitter, de heer De Groot geeft aan andere partijen, het staat hier in het interview, het CDA strooit zand in de ogen. En als de heer De Groot naar de bijeenkomsten komt, waar ook de gedeputeerden komen. Ook gedeputeerden overigens niet van alleen van het CDA. Want het vreemde is dat het CDA-bestuurders, maar het zijn bestuurders van heel veel partijen. Zelfs een gedeputeerde van GroenLinks heeft hier gezegd, joh, wij willen heel graag aan de gang, maar geef ons die instrumenten. En dat hoor ik ook de CDA-gedeputeerden zeggen. Die willen aan de gang. Die gooien geen zand in de ogen. Die zien dat er een grote natuuropgave is. Die zien dat het verdienmodel van de boeren echt anders moet, omdat het niet meer kan zoals het kan. Maar het zou het CDA en ook de hele transitie en ook de samenleving helpen als de heer De Groot misschien wat minder gewicht continu gooit op, joh, we hebben een deadline en dan moeten we meteen maar met onteigenen gaan beginnen of het intrekken van vergunningen. Het zou de transitie veel meer helpen als die energie wordt gestoken in de instrumenten waar die provincies om vragen, waar die boeren om vragen. Die langjarige agrarisch natuurcontracten, zoals boeren kunnen extensiveren. Die managementmaatregelen, die innovaties, die bewezen, Wageningen Universiteit bewezen stikstof reduceren. Dus geen geitenpaadje zijn. Het zou
toch veel effectiever zijn als D66 stopt met polariseren. En de energie die ze nu elke keer steken in, ja, dan moeten we maar gaan onteigenen. Zeggen van oké, wij horen wat die gedeputeerden zeggen. En we gaan ze helpen met het reduceren van het stikstof. Hoe kijkt de collega daaraan? Ja, voorzitter, ik denk CDA en D66 kunnen elkaar de hand geven. En hebben ook goede afspraken over gemaakt van hoe we in de gebieden samen met de mensen, samen met de boeren, gaan zorgen dat die gebieden weer schoon worden. En dat die boeren weer toekomst krijgen. Daar zijn we het volledig over eens. Waar het hier eigenlijk over gaat is van hoe krijg je nou heel snel resultaten voor de natuur, waar je gewoon wettelijk toe verplicht bent. En dan is het een dilemma. Dan kun je zeggen, nou, we gaan in november nog kijken of er voldoende deelnamebereidheid is bij de boeren aan die vrijwillige regeling. Maar we weten ook dat de regelingen die tot nu toe er waren, heel weinig hebben opgeleverd. En dat betekent dat je de natuur niet herstelt, dat je de woningbouw, die vertraging dat die doorgaat, dat je de pasmelders niet kunt legaliseren. Dus D66 wil gewoon een versnelling van de afspraak. En dat betekent dat je gewoon die duidelijkheid vooraf zult moeten geven. Dan zullen veel meer boeren ook deelnemen. Die zullen hun knopen tellen. Die zullen zeggen, ik ga kiezen voor innovatie, ik ga verplaatsen. Of ik ga, als ik toch al wilde stoppen, ga ik mijn bedrijf hier op deze plek beëindigen. En op die manier heb je dus aan het eind, hoef je dat instrumentarium niet of nauwelijks meer toe te passen. En als je het op uw weg doet, ja, dan wordt het echt een bloedbad in november. En daar is D66 bang voor. Ja, nog een voorzitter, ik hoor hier toch een nuancering wat er vanmorgen werd gezegd. Want daar ligt de focus wel degelijk op het intrekken en het onteigenen. Ik hoor nu de heer De Groot ook zeggen, ja, wij willen ook snel de regelingen voor innovatie en managementmaatregelen geborgd hebben. Ik ga vanmiddag in het debat tegen de minister zeggen, joh, beste minister, als dan 1 april bij wijze van spreken die woest aantrekkelijke regeling komt met een deadline, ik noem maar wat, 31 december, dan stellen wij als CDA een voorwaarde. Die fatale termijnen gaan pas lopen als het hele instrumentarium er ligt. Dus ook de managementmaatregelen en dus ook de innovatie, zodat je een wel afgewogen besluit kan nemen. Hoor ik nu dat D66 daarbij gaat aansluiten? Ja, De Groot. Voorzitter, we hebben afgesproken dat boeren in april hun knopen moeten kunnen tellen. Dus ze moeten dus precies weten waar ze dan naartoe zijn. Dus hoe die regeling eruit ziet, hij zal nog niet open zijn, dat weet u ook. Bijvoorbeeld over verplaatsing. We weten nu ook, moeten we eigenlijk ook eerlijk over zijn, dat er op dit moment geen juridisch houdbare innovaties zijn. Dus het trappetje heeft in die zin wat beperktere waarde. Laten we daar gewoon ook open over zijn. Maar in die zin is D66 met CDA eens. Er moet duidelijkheid komen. Alleen waar het verschil in zit, voorzitter, is dat ik toch weer hoor, net als uit de provincie, elke gelegenheid lijkt te worden aangegrepen om toch weer een beetje de suggestie te wekken dat we wel even kunnen vertragen. Want ik hoor u bijna zeggen van nou, dan schuift het geheel maar naar achteren. En daarvan zegt D66, dan schiet u zelf in de voet, de boeren hebben er niks aan. En dat vind ik toch ook wel de categorie, voorzitter, dat je toch weer zand in de ogen strooit, want je moet het uiteindelijk toch doen. Meneer Boswijk? Ja, voorzitter, daar verschillen wij echt van mening. En dan had ik net een vraag gesteld, daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Als het de heer De Groot echt om de natuur gaat, wat het in ieder geval bij mij gaat, en ik wil ook de samenleving nog een beetje heel laten, is de heer De Groot dan van mening dat we sneller gaan stikstof reduceren als we dan in de rechtbank belanden? Of zou het misschien de weg met de samenleving, en ik realiseer me, we gaan niet iedereen, elke boer, meekrijgen. Dat realiseer ik. Ik bedoel, kijk naar de peilingen. Ik weet het als geen ander. Maar is de heer De Groot toch wel met mij eens dat de beste manier en de snelste manier om stikstof te reduceren, en ook voor de natuur beter, dat dat in overleg met die gebieden is en zorgen dat het hele pellet er is? En is de heer De Groot toch ook met mij eens dat hij net zoveel ongeduld moet hebben op dat borgen van die managementmaatregelen? En ik weet, in sommige gebieden is de druk te hoog, dat je niet alles met innovatie of alles met managementmaatregelen. Ik heb er zelf meerdere opiniestukken over geschreven dat innovatie niet de heilige graal is. Maar het is wel degelijk een van de instrumenten waarmee we kunnen stikstof reduceren. Dus deelt u mij dat ongeduld en gaat u mij helpen om zo meteen de druk op te voeren bij het kabinet om als de brandweer te zorgen dat die borging er komt? Want ik heb het in het debat al in december tegen de minister gezegd. Je gaat mij niet uitleggen dat wij 50 jaar geleden een man op de maan konden zetten en leven terug. En dat we vandaag niet lukt om verdund uit te rijden met mest, dat we daar niet kunnen gaan bijhouden wat voor reductie daarin komt. Ik bedoel, vorige week Noord-Holland 30% gereduceerd. We zouden interrupties wat korter doen. De heer De Groot. Ja, voorzitter, ik vind het echt goed en mooi dat het CDA hier in Den Haag zegt, we willen die natuur herstellen en we willen daar zoveel mogelijk tempo bij betrachten. Ik vind het wel zorgelijk, de geluiden die ik nu uit de kieswijzer hoor. Want
daar denk ik dat er toch een minister van Wonen een hele slapeloze nacht voor heeft gehad. Net als al die woningzoekenden die daar een slapeloze nacht van krijgen. Dus voorzitter, we geven elkaar de hand, want we willen die natuur herstellen. Vind ik echt mooi. Ik vind het ook realistisch van het CDA dat innovatie hier niet de heilige graal is. Laten we dat ook benoemen. Maar om nu al te zeggen, we gaan uitstellen, dat vind ik nou ook wel weer een klein beetje typisch, voorzitter. En dat is dus niet aan de orde.